Ubuntu, wat je noemt een brede school, zelfs meer dan een school. Goedemiddag, je zoekt iemand? Oh god, jij hebt al open gedaan, sorry. Ja, natuurlijk, die bel die gaat, die doet gelijk open. Ja, natuurlijk. Wat is er? Wij vroegen ons af wat er zo bijzonder was aan deze school. Oh, het is heel bijzonder. Wij zijn veel meer dan een school. Enorm breed. Wil je het zien? Nou, kom maar mee naar binnen dan. Betekenisvol. Echte activiteiten. Wat heb jij gedaan, Floortje, vandaag? Getrouwd. In het stadhuis moesten wij op twee stoelen en daarnaast een tafeltje. Stop. Welbevinden. Je moet je als kind thuis voelen. Het sociale proces. Kinderen werken samen. Maken ze of plukken ze ook gewoon in eten. Dus dan spelen ze zeg maar ook een beetje, maar dan eten ze ook. Dan laten dieren ook opgroeien. En, We lopen even om de school heen. Gaan we even buiten spelen in de speeltuin. Tot ziens. Wij gaan nu echt aan het werk. Echt aan het werk, hè. Tot ziens, bedankt. Dag. De boemerang bestaat 10 jaar. Dus tijd voor een circus door de hele school. Goedemorgen. Goedemorgen. Wil je thee of koffie? Koffie graag. Ah. Maar we hebben nog een vraag. Ja. Wat is er nou zo leuk in deze school? Nou, ik zou zeggen die prettige samenwerking, de harmonieuze sfeer en vooral die aardige kinderen. Een rekenopdracht, dan moet je het terrein indelen. En wat zou de directeur blij zijn als de twee schoolgebouwen dichter bij elkaar zouden kunnen staan? Nu is het 6 minuten hollen van de ene naar de andere school. Dat is je potty. En zij doet al heel lang groep 5-6. Daar is ons podium. Wat zou dat betekenen, zeg? Oh, en dat is ook heel mooi. Een grote tijger in een kooi. Luister eens, wat hoor ik daar? Beste mensen, kom nu maar. Meisjes, jongens, veel plezier. Zat kijk! En aan het eind van onze tocht ging er een nieuwe wereld voor ons open. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom eens kijken hoe dit school. Wat is nou zo bijzonder? Nou, ik zou zeggen, kom even binnen en kijk even. Als jij een nieuwe wereld nog niet kent, kom dan naar Jellensdorf in Purmerend. Met een hoofd vol indrukken verlieten we Purmerend. 1 ding was duidelijk geworden. Zoveel verschillende scholen en toch passen ze precies bij elkaar.